welkom bij de Vampire. Dit gaat een, denk ik, een hersenschuddingrit worden. Ja, in ieder geval de El Condor in Walibi Holland die we kennen. Die heeft een nieuwe trein. Deze heeft nog de oude trein. Ja, hij is best wel pijnlijk. Maar we gaan dus de Vampire trotseren. Een SLC gebouwd bij Vekoma. Uit mooie Vlodrop, te Nederland. En kijk hoe pijnlijk dat deze baan zal zijn. Ja, iemand is toch wel ingestapt. Damien is toch ingestapt. Ik vind het knap van hem. Hij heeft eergisteren de El Condor gedaan. Dat was al Aoi. In ieder geval, dat is voor ons pijn. Noem het tegenwoordig zo, Aoi. Maar dit is de Vampire. Deze is later gebouwd. Dus het kan zijn dat deze misschien wel soepeler is. Maar ik denk even min, even erg als de El Condor. Maar daar gaan we. De Hurtline opzoeken. En dan de inline twisten. Deze storm is soepel. Heerlijk. Nee, geen Aoi. Rook. Heerlijk. En nou de hurtlijn rollen. De hurtlijn rollen. Ja, mooi. Oh, heerlijke soepel. Heerlijk. Dames en heren, deze is soepeler dan de El Condor op Walibi Holland. Want dames en heren, als ik zou kiezen voor welk park, zeg ik Walibi Belgium. Deze SLC is veel soepeler en veel lekkerder dan de hele El Condor op Walibi Holland. Ofwel dames en heren, stap in, je hebt de Vampire. En geniet van een lekker soepele rit. Meestal zijn SLC's altijd onsoepel, maar deze is soepel. Heerlijk, echt heerlijk. Ja, lekker.